Als ik wakker word, heb ik het gevoel dat ik in bed heb geslapen. Dus toen heb ik mijn bed op Facebook gezet. Hoi, daar ben ik weer met een nieuwe aflevering van Ken ik hem over. Vandaag ben ik aangekomen in Arnhem, in dit prachtige natuurgebied. En hier woont Erin. En zij woonde vroeger in een gigantisch pand in Amsterdam, Antikraak wel. Maar nu woont ze heel tiny. En ik wil eens weten hoe dat nou is. Hallo. Hallo. Hi. Alleen. Erin, welkom in Tiny Paradise. Ja, dit is mijn huisje. Dit is je tiny house. Ja. Wat, hoe lang woon je hier dan? Ik woon hier nu bijna een jaartje, sinds februari. En na mijn wereldreis heb ik ontdekt dat je eigenlijk niet zoveel nodig hebt. En ik wilde ervaren hoe het is om klein te gaan wonen. En ik ben met heel veel mazzel hier terechtgekomen met 15 anderen. Ja, want er wonen dus, zo te zien buiten, er wonen hier meerdere mensen. Jongeren. Ja, ja, ja. Met z'n allen wonen we hier tussen de 23 en de 30 zijn wij. En allemaal hele andere werkgebieden komen we vandaan. Maar toch allemaal heel erg zoekende. Ja. Zoekende naar? Zoekende naar wat willen we eigenlijk in het leven. Ja, ja. Dus er is zoveel gaande en we mogen zoveel. En ja, we lopen een beetje vast. Ik denk dat wij allemaal een beetje vastlopen wat we willen. Als ik heel verdrietig ben of zo, kan zo met iemand naar binnen lopen. Of als er iets heel erg tofs is gebeurd, kan ik dat gelijk met iemand delen. Dat is echt een heel fijn gevoel. Okay. Ja, ja, het is iets wat ik ook niet ken of zo. Ik ging niet heel snel naar mijn buurman en nu weet je... Nee, want je woonde zo innig. In Amsterdam, zei ja, je. Ja, ja, antikraakwoning. Ja, ja. Gigantisch pand en nu... Ja. Nog nooit zo eenzaam gewoond als in een heel groot... anti-kraakpand, eigenlijk midden in de Jordaan. En nou ja, daar konden wij met z'n allen in wonen, bewijzen van. En hoe zijn de buren dan? Ja, we zijn allemaal wel anders van elkaar. En dat matcht op een of andere manier heel erg leuk. We hebben hele verschillende mensen. We hebben een slager, wat je misschien niet zou verwachten. We hebben een marketeer, die woont naast mij. Okay. Maar die loopt de hele dag op zijn blote voeten. Hi. Hi. Hi, Marleen. Zo, we komen even binnen spieken. Ja, kom als dat erin. Mag. Dit is Simon zijn bank en zijn bed en zijn lounge gedeelte. Ja. En, je slaapt echt hier. Je hebt grond. Ja, hier. Of andersom. Maar ja. Wie maar wil. Alleen, maar ook samen. Andere mensen die bij mij slapen, die vinden dat ook opeens ook wel goed. Oh, echt? Ja. Ja. Doe eens voor, hoe lig je dan? Ja, gewoon hier ligt. Heel simpel. Maar heb je wel een deken? Ik heb een slaapzak. Ik was in Portugal aan het kamperen. En die tent die lag helemaal schuin op een rots. En ik vroeg me af waarom ik me eigenlijk zo goed voelde. Want ik voelde me helemaal uitgerust en prima. Toen dacht ik, waarom vertelt mijn hoofd me nou dat ik heel erg een bed nodig heb? Als ik nu ook helemaal uitgerust wakker word. Nou, ik ben nu aan het oefenen om de handstand te doen. En daar hebben we het net ook over gehad. Maar zonder de muur lukt het me nog niet, denk ik. Ah, kijk. Nou, wie had dat gedacht? Handstand in een tiny house, hè? Het kan. Ja, en Simon die doet dus ook zwemmen 's morgens in de Rijn. Ik vond het heel erg tof om bij Erin thuis te zijn geweest. Ik denk dat we in onze maatschappij steeds vaker op zoek zullen moeten gaan naar dit soort alternatieve woonvormen. En ook het probleem van eenzaamheid onder jongeren onder ogen moeten gaan zien. Ik hoop jullie allemaal weer te zien bij een volgende aflevering. Groetjes uit Tiny Paradise!